Van harte welkom. U bent in de raadzaal van de gemeente Almelo. Mijn naam is Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. En u bent hier, althans degene hier op de eerste twee rijen, naartoe gekomen om Nederlander te worden. Die overigens een heel mooi verhaal had in het Almeloos Dagblad. Over de hele procedure die hier doorlopen om van dit moment te bereiken. Ja. Ontzettend mooi. Ik weet niet of iedereen het gelezen heeft. Als u het nog niet gelezen heeft, staat gewoon op de website en zo. Het is echt de moeite waard om dat verhaal te lezen. Hartstikke leuk. Mag ik van je horen? Dat is verklaar en dat beloof ik. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Eindelijk. Ja, eindelijk. Ja. Even een hand. Lara Zusjika, vanmiddag met 18 anderen kreeg jij het Nederlanderschap. Ja, dat klopt. Hoe blij ben je daarmee? Super blij. Ja, het heeft heel erg lang geduurd. Het is een heel lange weg geweest. Je bent al 24 jaar bezig om dit te realiseren. Je ouders zijn er al mee bezig geweest. En het is een geschenk aan hun dat je nu dat Nederlanderschap hebt gekregen. Ja, klopt. Het was echt een droom van mijn moeder. En uiteindelijk met heel veel hulp van heel veel lieve mensen in Adorp hebben we dit eindelijk waar kunnen maken. Je bent naar Den Haag geweest, je bent in Brussel geweest en er moesten papieren uit Moldavië komen. Hoe moeilijk was dat om die hier te krijgen? Nou ja, het was zeker moeilijk, want gemeentehuis zei zelf, daar is nooit ga je maar naar Moldavië. Dus ik dacht van ja, maar ik kom dat land niet in, want op mijn reisdocument mocht ik dat land niet eens naar binnen. Dus het was eigenlijk echt onmogelijk. Toen hebben we met de ambassade in Brussel en in Den Haag geweest. En een jongen die heel goed Russisch sprak, want we spreken natuurlijk Russisch, moesten we dat regelen. Maar eerst wouden ze het niet doen, want het spelletje was meer van, jij woont in Nederland en jij bent niks van ons. En Nederland zegt, ja, maar je bent daar geboren. Dus het was echt heel moeilijk om antwoord daarop te krijgen, van wat ben ik nou dan? Hoe heb jij jou de afgelopen 24 jaar gemanifesteerd in de samenleving van Almelo en Nederland? Nou ja, goed. Ik voelde me altijd wel echt een Nederlander. Zoals je kan horen, ik praat gewoon prima Nederlands. Ik voel me zelfs een beetje een boerin. Ik kan wel tens. Dus ik voel dat ik wel tussenpas. Altijd al wel. Wat gaat er voor jou veranderen? Nu? Ten opzichte van de afgelopen 24 jaar? Nou, ten eerste, ik ben iemand. Dus ik heb eindelijk een nationaliteit eigenlijk. En dat is eindelijk een Nederlander. Je kunt buiten Europa op vakantie. Stel als ik kinderen mag kunnen krijgen, dan zijn mijn kinderen meteen iemand. En zijn ze meteen Nederlands en hoeven ze niet dat hele procedure wat ik heb meegemaakt. Want dat gun ik echt niemand. Dus het maakt het gewoon wat makkelijker. Met andere woorden, jij bent een gelukkig mens. Ja,